Dit item wordt mede mogelijk gemaakt door Kraft en Travel Bags. Gerard Nijkamp, Ter Ondaan, zijn contact is verlengd. Ja, waar u er snel uit? Nou, daar hebben we wel even tijd voor genomen. Het is natuurlijk begonnen in de voorbereiding. We hadden geen budget meer. Dus hij heeft in zichzelf geïnvesteerd. Hij heeft de training goed opgepakt. En zelfs de laatste periode van het vorige jaar heeft hij basiswedstrijden gespeeld. En daarvanuit zijn we met elkaar in gesprek gegaan. En hebben we het contract verlengd naar 2020. Ja, waarin heeft hij jullie overtuigd? Nou, je ziet gewoon dat hij in het begin wat problemen had om echt fit te worden. Heeft die fases heeft hij wel gespeeld, ook wel in de beloften gespeeld. In de trainingen werd hij steeds beter, werd hij steeds fitter. En daarop hebben we gezegd van, voor die ontwikkeling voldoende om hem een contract te geven. En er zit nog heel veel potentie in, dus we gaan heel graag nog met Terrel 2,5 jaar door. Is het loon naar werken? Ja, ik denk het wel. Nou, dat ik hard weer aangepakt door de trainer in het begin, heeft het zeker, hard werken heeft zeker geloond. Ja, je hebt in jezelf moeten investeren. Heb je dat ook zo gezien het afgelopen half jaar? Ja, natuurlijk investeer je gewoon elke dag in jezelf. En als de trainer je dan nog even aanpakt van je bent niet fit, dan gaat het wel aan je knagen. Ja, maar hij had gewoon gelijk en dan ga je gewoon harder werken, veel harder werken dan normaal. Kon je merken in de maanden november, december dat je ook je basisplaats ging verdienen hier bij Pek Zwolle, dat je conditioneel ook vooruit ging? Ja, zeker, zeker. Dat heeft hij ook gewoon gezegd en dat voelde ik zelf ook. Dus, en het ging ook gewoon veel beter op het veld, dus zeker prima zo. Ja, wat zijn jullie met hem van plan? Nou, gewoon, hij moet gewoon hard blijven werken en doorgaan met datgene waar hij het eind van vorig jaar mee geëindigd is eigenlijk. En dat pakt hij nu hier ook weer op in Migas. Net als alle andere spelers maakt hij daarin onderdeel uit van het team. En daarin weet hij ook waar hij nog aan moet werken. Daar is de staf elke dag mee bezig en Terrel zelf ook. En wij zien voldoende potentie en mogelijkheden dat hij daarin zich verder kan ontwikkelen bij ons. Ja, gewoon mijn kwaliteit te benutten en gewoon weer mezelf worden. Dat begin ik nu alweer te voelen. Ik heb een hele erge blessure gehad, dus het gaat nu zeker veel beter en gewoon doorontwikkelen. Als je terugkijkt op het eerste half jaar, wat is het mooiste geweest tot nu toe voor jou? Ik denk toch wel de doelpunt van Mokda tegen Groningen. Gewoon de sfeer en hoe iedereen erachter stond en hoe we weer terugknokken in de wedstrijd. Dat was ons moment dan, om het zo te zeggen. Niet speciaal voor mij of zo. En niet je doelpunt? Nee, nee. Ik ben meer voor het sfeer en dat soort dingen. Dan voel ik me gewoon vrij en meer lekkerder mee. Je hebt de buitenpositie gespeeld en in de spits. Waar ga jij nou op richten dan door de komende periode? Allebei. Hangt er vanaf waar de trainer mee zit. En daar, dan op dat moment ga ik me gewoon focussen daarop dan.